lentediner. Waarom is dit georganiseerd? We zijn 2 jaar geleden zijn we gestart met het lentediner. En we dachten, het is weer tijd om het lentediner weer eens te doen. Dit keer wilden we het samen met OKé Nu doen, omdat we een samenwerking willen aangaan om bepaalde activiteiten met elkaar te organiseren. En het is werkelijkheid geworden. Zijn er meer organisaties die hier allemaal hebben meegewerkt? Jazeker, we hebben zeg maar de ruimtes van Karijn uiteraard. Hè. En we hebben zeg maar samen met Sybille Latour, Power by Peers, want zij heeft cateringervaring. En dat is gebleken. En ze vond het hartstikke leuk. En we hadden zoiets van, dit moeten we toch wel ook voortzetten. Zoveel mogelijk samenwerking zoeken met anderen. Wat is jouw aandeel in deze avond? Ik ben al meer dan een jaar betrokken bij Osso. En ik help Merline en Vesla met vragen die ze tegenkomen in het organiseren van hun activiteit. Ze hebben wekelijks een activiteit hier in de huiskamer van de wijk in Roosendaal. En samen met hen kijk ik waar de vraag ligt, waar de behoeften zijn en waar ik ze kan helpen. Maar ik moet zeggen, dit zijn twee mensen met passie en met hart voor het vak. Dus heel veel ondersteuning hoef ik daarbij niet te bieden. Meer dan een luisterend oor is vaak niet nodig. Maar Osso is zo heerlijk, zo lekker. En ik vind twee prachtige mensen. Vesla, zowel Merline. Even leuk en ze doen hun best om wij... Waarom is Osso zo belangrijk voor u? Ik had een andere plaats waar ik naartoe ging. Maar Osso kende ik niet. Maar ik ben een keertje geweest. En die twee zusters waren zo lief en attent. En voor iedereen die daar was, en toen dacht ik, zo'n plaats moeten we hebben. Als je een keertje thuis zit te vervelen, dat je bij elkaar komt, kunnen we over een of ander onderwerp van Suriname of een medisch onderwerp van gedachten wisselen. Nou, Jacqueline, wij kennen elkaar. Wat vond jij van deze avond? Ik vond het een hele gezellige avond. Alleen de volgende keer zou ik ze wel willen vragen of ze wat zachter de muziek willen doen. Want we konden niet met elkaar praten. Maar je kon wel eten? Je kon wel eten. Maar je kon diegene die tegenover je zat of naast je zat. Je moest echt naar elkaar toeschuiven en in het oor luisteren, anders verstond het elkaar niet. Ja. Dus gewoon als tip, ja. De muziek wat minder. De muziek wat minder. Hoe vindt u dat ze dit georganiseerd hebben? Prima, maar dat wist ik ook wel. Ik wilde er graag heen. Ik ben vorig jaar ook geweest. Ja? Mm-hmm. Dus u bent eigenlijk vaste klant? Er waren veel meer vaste klanten. Ja. Samenwerking tussen Osso en OKé Nu. Ik zal een paar voorbeelden geven dat mensen hier komen en niet elkaar kennen. En nu zie je dat ze juist op de koffie gaan en samen gaan eten of samen boodschappen doen. En dat vind ik juist een verbinding onder elkaar. Dat was ook ons doel, dat de mensen niet alleen maar hier iets komen doen, een creatief of schilderen of eten, maar ook buiten deze muren verder gaan en samen vergroten en verbinden. Het is fijn dat er in Overvecht zoveel samenwerking plaatsvindt. Ja, het is zeker fijn. Het heeft even geduurd voordat wij dat konden doen, omdat we zeg maar de start en de doorstart van Osso hadden. En nu is het zachtjes aan op zoek gaan naar andere initiatieven die samen willen werken.